Hoi, ik ben Michaela, ik ben van Beauty Salon Gouda en in deze video ga ik jou vertellen over het verschil tussen wax en weave extensions. Vaak krijg ik de vraag van wat raad je mij aan, maar daar kan ik eigenlijk niet direct een antwoord op geven, want ik weet niet wat jouw wensen zijn en hoe de conditie van jouw haar is en wat wil je ermee bereiken, wat wil je erin investeren. En dat bedoel ik niet alleen geld, maar ook qua tijd en verzorging, want er is wel degelijk een verschil tussen weave en tussen wax extensions. Maar eerst een wax extension. Wat is dat nou? Dat is een lange pluk haar. Tenminste lang. Je hebt ze al vanaf 30 centimeter. Maar dit is dan toevallig een hele lange. En hier bovenaan zit een bondje. Dat bondje, dat verwarm ik in je haar met een warmtetang. En dat vouw ik dan door om je haar heen. En gemiddeld heb je hiervan 100 tot 125 stuks nodig bij een lengte van 30 tot 40 centimeter om een mooie verlenging en een volume te maken. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe lang jouw haar is, maar daar ga ik later op een andere video in. Maar ik wil je nu alleen even vertellen wat het verschil is tussen wax en tussen weave. Dus een wax extension is een lange pluk haar met een bondje erbovenop, wat door middel van een warmtetang in je haar wordt bevestigd. Een weave is een lange haarbaan. En zoals je al kunt zien, is het één lang stuk aan één gesloten. En hoe bevestig je die dan in je haar? Die bevestig je op een aantal manieren. Sommigen doen het met lijm. Sommigen doen het met een vlecht waarop het in wordt gevlochten en ingenaaid. Dus eigenlijk maak je eerst een vlechtje op je hoofdhuid en daarop bevestig je de weave door middel te naaien. Wat bij mij vaak in de salon wordt gedaan, is het maken met micro-rings. Ik heb hier expres een lichtere kleur, omdat je op zwart niet zo goed ziet op de video. Maar in dat ringetje, is trouwens van ijzer, zit een siliconen ringetje in. Dat voorkomt ook dat het gaat glijden. Een haarbaan wordt ook meestal van oor tot oor of in een nekpartij van de ene kant naar de andere kant geplaatst. En dat kan door middel van 1-2 banen. Dat wordt trouwens alleen maar gedaan als je haar volume wil. Wil je meer lengte en volume, heb je zeker 4 tot 6 banen nodig bij een gemiddeld van 40 centimeter. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Wat zijn nou de voor- en nadelen? Met een wax extension kan dat 3 tot 4 maanden in je haar. Ik zelf zou het niet langer in je haar laten zitten. Omdat je toch een aantal knipbeurten vergeet. En daardoor gespleten punten krijgt. En het sneller in de punten gaat klitten samen met je eigen haar. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regels. Er zijn mensen die doen een half jaar met een wax extension. Maar in de regel zeg ik 3 tot 4 maanden is de max. Een weave schaf je eigenlijk 1 keer aan en doe je ongeveer 1 jaar tot 1,5 jaar. Als je het goed verzorgt. Dat geldt trouwens voor beide partijen. De wax en de weave. Die dien je allebei goed te verzorgen met een goede masker. Een goede verzorgende masker. Een voedende masker. En een geschikte shampoo daarvoor. Weave schaf je dus in 1 keer aan en doe je ongeveer 1 jaar tot 1,5 jaar mee. Maar moet je wel elke ongeveer 8 weken op eruit halen en opnieuw zetten. Dan krijg je ook weer nieuwe micro-ringetjes. Dus het is maar net wat je zelf wilt. Vind je het prettiger om wax extensions te laten plaatsen en dan 3-4 maanden ermee doen en dan weer hele nieuwe? Of zeg je van, joh, ik schaf 1 keer weave aan en ik kom om de 8 weken terug en ik haal ze eruit en ze worden weer opnieuw gezet. Dat is het verschil. Beide kunnen allebei met de styletang, met de föhn, met de krultang bewerkt worden. Kijk maar, kan je gewoon krullen in föhnen. Geen probleem, gewoon met de styletang. Wel een goede hittebeschermende product, want anders wordt je haar droog. En of je nou wel of geen extensions hebt, als je niet goed je haar verzorgt, gaat het droog worden, wordt het pluizig en met alle gevolgen van dien. Ik hoop dat alles een beetje duidelijk is. En heb je nog vragen, zet het hieronder. En dan probeer ik je zo snel mogelijk te antwoorden. De tekst
wat hier betrekking tot heeft, die zal ik er ook nog even onder plaatsen. En er staan waarschijnlijk nog meer toevoegingen bij dat ik, die ik ben vergeten. Maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En heb je wat aan deze video? Geef mij even een duimpje. En graag tot de volgende keer.